Dit is de Philips Marathon FC 9200 zakloze stofzuiger. De specificaties van deze stofzuiger. Hij heeft een vermogen van 2000 watt. Hij heeft een stofreservoir van 2 liter. En hij heeft een geluidsniveau van 76 decibel. Hij heeft een zuigkrachtregeling erop zitten. Hij heeft een snoer van wel 7 meter. Inclusief de slang en deze jongen heeft een actieradius van 10 meter. Hij heeft een HEPA-filter. Hij heeft een trio mondstuk met speciale borsteltjes in de hoekjes, zodat hij het mooi naar binnen zuigt. En hij heeft een telescoopslang. De bediening is vrij eenvoudig. Hij heeft hier een indicatielampje als het stofreservoir vol zit. We zetten hem aan. Dan heb je hier de vermogensregelaar erop zitten. Aan de voorkant heeft hij de slang zitten. Dan hieronder zit het reservoir. Kunnen we hem zo eruit halen en kan je het stof kan je weggooien. En je kan hem helemaal uit elkaar halen. Of als je hem grondig wil schoonmaken, dan draai je eraan. En dan kan je het filter kan je ook eventjes schoonmaken. Het snoer oprollen doe je via deze knop. Aan de achterkant wordt de lucht uitgeblazen. Daarom zit daar het HEPA-filter. Kan je er zo afhalen. Nou, dat is een heel fijn filter wat de fijnstofdeeltjes kan opvangen. Vooral voor mensen tegen hele lichte allergieën. Ja, tip van stofzuigerdiscounter.nl. HEPA-filter even 1 keer per jaar vervangen. Dan de mondstukken. Nou, deze die beweegt alle kanten op. Altijd makkelijk. Hier zit de knop voor het stenen en hout. En natuurlijk voor het tapijt. Nou, dan zie je het ook aan de borstels. Dat hij het mooi in de hoeken veegt. En hij rolt lekker. Mooi weggewerkt in het handvat. Die draaien we even om. We hebben het kieren mondstuk voor in die kleine hoekjes. En het borsteltje. Dat is netjes. En voor de kleine en of grotere mensen heeft hij een telescoopbuis. Je doet deze naar beneden en dan kan je hem langer of korter maken. Ja, en als je bezig bent wil je natuurlijk altijd weten of je iets nuttigs doet. Nou, je ziet het. De stof vliegt al in de rondte. Ja, dit is natuurlijk ideaal van die zakloze stofzuiger. Je leegt hem namelijk, hoef je nooit meer op zoek naar een nieuwe zak. Ja, en als je dan toch iets moois moet uitzoeken, dan zeg ik, doe dan zoiets futuristisch. Want dit ziet er nog een beetje stoer uit. Ook natuurlijk ja, een beetje autotechnisch. Lijkt wel of er speciale aluminium velgen op zitten. En als we hem willen opbergen, telescoopslang helemaal erin. Klip hem er achterop en dan kan je hem zo oppakken. Blijft hij lekker klein en kunnen we hem opbergen.